Hallo reviewvrienden, hoe is het daar? Hier is het Parima. Ja, ik ben er weer bovenop. Ja, wat maakt het uit. Het is maar een spelletje, de voetbal. Kanonnenbommen. Wat belangrijker is wat er onder het doosje zit. Wat heeft Ahmed opgestuurd? Laten wij gaan kijken, want ik ben zo benieuwd. Ja, toch? Niet dan? Ja. Mooi. Kippensoep. Dit zijn niet zomaar kuppensoepen, dit zijn hele aparte kuppensoepen, want dit is namelijk Boost, dit is namelijk Recharge. Oftewel, van deze kuppensoepen word je heel erg energiek. En dat is mooi, want waarom zou je eigenlijk anders die bende eten? Ik eet eigenlijk nooit echt aangemaakte soepen, waarom? Omdat ze meestal niet te bikken zijn. Laten we wel wezen. Wat ik wel lekker vind is drink bouillon. Dus dat is gewoon eigenlijk zo'n zakje poeder met een beetje water erbij. En dan kun je zo plop naar binnen slokken. Bijna geen calorieën, maar je kan wel weer eventjes een beetje erop door. Maar deze dingen, die zijn er speciaal gemaakt om te rechargen, te boosten. Dus dat je je weer even lekker helemaal toppie voelt. Nou, dat zal wel. A moment to recharge. Deze heeft paddenstoelen met miso, shiitake, sesam... En zeewier. Dat is nogal pittig, want normaal zit er gewoon kip in, of tomaat, of ui. Nou, laat ze een beetje gek doen, is het goulash. En dan houdt het wel op. En hier hebben ze allemaal moeilijke dingetjes in gegooid. Miso, dat is Japans gefermenteerde sojapasta. Daar maak ik ook wel eens wat van. Shiitake, dat zijn mooie, smaakvolle paddenstoeltjes. Sesam kennen we wel, dat is van die straat. Die straat, zegt hij. En zeewier, ja, dat spoelt gewoon aan. En dat is hartstikke gezond trouwens, weet je dat, zeewier? Nou ja, in ieder geval... Allemaal meeuwen hier omheen. Ik heb het over zeewier en ik heb eens op allemaal meeuwen hier om het huis. Raar, vreemd. Er gebeuren rare dingen in die reviews. Maar goed, het lijkt mij eigenlijk wel lekker. Miso vind ik lekker, shiitake vind ik lekker, sesam vind ik lekker. En zeewier vind ik lekker. Dus ja, wat kan er misgaan? Nou ja, behalve dan dat het niet lekker is. En dan hebben we hier Boost kip met gember, limoen en kurkuma. Nou ja, ik zal je vertellen. Kip met gember, limoen en kurkuma is gewoon vrij gebruikelijk in de Aziatische keuken. Kurkuma is ook opwekkend. Gember is opwekkend. Ja, hier kan toch ook weinig mee misgaan. Eens even kijken wat er allemaal in zit. Het stikt van de verdikkingsmiddelen, stabilisatoren, suikers, kleurstoffen, antioxidanten, kippen, voedingszuur, olie, molie. Zit er ook nog wel iets gewoon, zeg maar, gewoon in? Er zitten stukjes met fruitsmaak. Suiker, appel, citroenpulp, dextrose en ananas. Kip met gember, limoen en kurkuma. Appel, ananas. De kurkuma, waar ze heel groot hier erop zetten, daar zit 0,1% in. 0,1% kurkuma. En 1,5% gember. Nou, dan ben ik wel benieuwd hoeveel limoen er dan in zit. Nou ja, in ieder geval 1% limoen. Het zal wel, het gaat toch om het smaakje. En bij deze, met de miso, shiitake, sesam en zeewier, eens even kijken... Ook allemaal heel veel gedoe, er zit er allemaal in. En dan 6% paddenstoelen, waarvan 3% shiitake en boletpoeder. Nou, dat zal wel. 5% sesamzaad, 2% zeewier. Nou ja, dat zal allemaal wel. Nou, laten we gaan proeven. Laten we water gaan koken. Ik heb een waterkoker gekocht. Ja, dus geen pannetje meer. Tot zo. Goed, water heeft gekookt. Ik heb doorzichtige glazen genomen, dan kunnen we er ook naar kijken. Ja, dat is echt review-stijl. Zeker. Nou, hier kan de poeder voor de... Wat is dit? Dit is de paddenstoelen met miso, shiitake en de hele rattenplan. Dat doen we hier. Er zitten drie zakjes in per bakkie. Dan doen we hier die andere beuk. Ik weet niet meer wat erin zit. Hatsen, flatsen. Ja. Huppatee erop. Ja. En hier ook een beetje achidachi. Zo. Nou, hartstikke leuk. Nu verroeren.
Je ziet in deze inderdaad sesamzaad rijven. En je ziet hier wieslook. En ja, dat werd helemaal niet aangekondigd dat het erin zit. Maar het zit erin. Wieslook, hartstikke leuk. Hier komt de geur vanaf. De geur van deze is gewoon kippensoep. Het ruikt gewoon een kippensoep. Zo'n kippenvet. Je ruikt helemaal niets van die kruiden, van die gember en limoen en kurkuma. Dat komt waarschijnlijk ook omdat er nauwelijks iets in van zit, maar goed. Nu kan je heel flauw gelijk een slokje nemen. Naast dat je gigantisch je kanus brandt, is het ook niet helemaal eerlijk. Want er zitten allemaal dingetjes in wat nog moet weken, wat groter moet worden. Ik denk dat hier nog stukjes paddenstoel in zitten die nog hele vocht moeten opnemen. Dus geef ze even een beetje tijd. Hè? Ze zeggen altijd, kuppensop kun je zo in één keer je bakjes instorten. Moet je niet doen. Ook al heb je een looie pijp, moet je niet doen. Want dan wordt het niet lekker van. Kijk, deze wordt een beetje dikker. Deze die blijft gewoon dun. Dit is gewoon echt niks. Ik begin met de boost. Ik begin met de kip, met gember, limoen en kurkuma. Ja, laten we eerlijk zijn, krijg ik er een boost van. Eerst even blazen. Nou. Ik krijg er helemaal niks van. Dit smaakt werkelijk helemaal niks. Ja, een vette kippensoep. Dan vraag ik me af, hè. Dan ontwikkel je een product, dan noem je het boost. Dan zeg je, we gaan een nieuwe smaak doen, maar dan smaakt het helemaal naar niks anders. Gooi dan even wat meer kurkuma in dan 0,1%. Even wat meer gember en limoen. Dan smaakt het misschien ook naar iets anders dan gewoon kippenvet. Er zit toch gewoon kippenvet in, hè? Dit smaakt helemaal naar niks. Heel ver, in de verste verte, proef je mogelijk wat limoen. Heel ver. Echt van die kurkuma proef je helemaal niks. En van die gember ook niet. Nou, die slaat helemaal nergens op. De volgende kans, Hans, is voor de Recharge paddenstoelen met miso, shiitake, sesam en zeewier. Nou, daar moet veel smaak in zitten. Er zit sowieso al heel veel troep in, waaronder zeewier. Het lijkt net uit een van de vieze sloot geschept. Maar ja, dat is natuurlijk kinderachtig, want zo werkt het met soep. Nou, eenmaal, dat het er meestal eruit ziet. Alsof er iemand niet helemaal lekker is geworden. Deze ruikt naar paddenstoelen. Ik haal niet per definitie shiitake of balete eruit. Maar ja, als ik dat zou kunnen, dan was ik een soort speurhond geweest. Dus dan stond ik nu op Schiphol en al die tassen te snuiven. Deze, wat opvalt, is dat je hele bakken vol hebt met sesamzaad. Maar deze is smaakvol. Hij doet Aziatisch aan. En dat is ook de bedoeling. Want anders gebruik je geen miso. Of zeewier. Hij is... Hoe meer ik hem proef, hoe lekkerder die is. En het is ook even een soepie waarvan je denkt van ja, dat komt niet uit het pakje. Omdat de smaak is wel verfijnd. Meestal is het allemaal hetzelfde. Dus een beetje dikker. Hè? Je zit over het algemeen aardappelzetmeel te slurpen dan. Maar je kent het dan wel. Die tomaten, die kip en die wolp. Dit is dat je denkt, hey, je hebt iets anders. Dat heeft natuurlijk ook te maken met dat je zeewier en sesamzaad tussen je tanden ervan krijgt. Maar de smaak is gewoon goed. Dat is gewoon lekker. Het is ook niet te fel, weet je wel. Het zijn niet de felle smaken. Deze is flats en deze is uitgebalanceerd. Het is ook niet te moeilijk. Ik denk dat Tante Riet uit Nimbixwoud het ook aan kan. En het is toch erg lekker. Ja, of het je recharged mag Jozef weten. Maar het is een goed soepie. Ik ben blij met dit soepie, kippensoep. Goed gedaan. Dit is mislukt. Dit is een wanproduct. Dit had nooit gemaakt mogen worden. Dit staat ergens op. Dit is gehoor. Dit is er gewoon een big failure. Ja, deze die krijgt van mij een 2.
Is gewoon onzin. Zet verdikken niet iets bovenop het pakje waar 0,1% van in zit. Kom op zeg, hé. Dat proeft wel niemand. En het vreemde is dus dat de tegenhanger, ze zijn met z'n tweeën in het schap gekomen, die is dus wel gelukt. Die is dus wel lekker. Dit is wel een goed product. Die is wel smakelijk. Dit is wel vernieuwend. Dit helpt wel je te rechargen. Dus deze krijgt niet een 2, maar die krijgt een 8. Maakt samen een 10. Gemiddeld een 5 zou niet blij mee zijn, maar deze moet je gewoon lekker halen. Hier, miso, shiitake, sesam, zeewier. Heerlijk! Ah, lekker man. Ja, voel me helemaal weer gerecharged. Heerlijk. Oh, lekker. Heerlijk. Maar gerecharged.